kijkers van mijn kanaal. Ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van GTA Online. En dames en heren, kijk eens naar al die mensen. Kijk eens naar al die mensen, die kunnen nooit goed gaan. En ik krijg gewoon lekker op een motor, want een motor, laten we eerlijk zijn, motor is fucking leuk. Als je erop wordt gereden en zo, ik kan er altijd heel erg om lachen. Iedereen ziet er altijd, hem heb ik net mee gereden eigenlijk, toen ik een beetje een foute opname had. Nou, een test opgedaan eigenlijk. Want ik denk dat ik nu gefixt heb dat jullie me soms niet horen. Ik hoop het wel, anders baal ik echt heel erg. Want ik wil jullie gewoon de beste content geven die ik jullie kan geven. En ja, ik denk, weet je, ja, het moet gewoon kunnen. Het moet kunnen. Oké, maar ja, laten we lekker racen. En ik ben heel... Oh mijn god, kijk eens wat er achter ons zit. Oh my god. Dit wordt zo grappig, We zijn wel beter in bochten nemen, denk ik, weet je. Een motor is altijd best wel, ja, flexibel in bochten, dus dat is wel fijn. Oké, let's go, dames en heren. Ah, fucking lode je bent! Holy shit, gebeurt met die... Please, laat me met rust. Oh my god. Dit is zo erg. Die kerel die voor me staat... Oh nee, nu staan we 13. Nee. Oké, maar ja, ik denk dat best wel veel mensen nog gaan crashen en zo. Het is echt een makkelijke race eigenlijk, als niemand tegen je aancrasht. Het is echt zo'n typische landrace. Hoppa, ga nou even harder. Die auto van ons moeten we wel inhalen, die monster truck. Die moeten we wel kunnen inhalen, maar ik ben bang dat hij met zijn wielen op me gaat. Hij gaat beklet. Oh nee, ik ben voorbij hem, het ging goed. Oh, daar is die motorgozer weer. En hun twee zitten diep in elkaar met in gevecht. Wauw. Oké, heel kort nemen de bocht. Ik denk dat het goed. Ze hebben hem niet geraakt tot nu toe. Dus. En Fusk, als je er kijkt, waarschijnlijk wel fuck jou. Nee, grapje, Fusk, hou van je. Hihi. Maar nee, als je een keer wil opnemen, dan moet je het gewoon zeggen. Want ik ben, I'm always down for that. Dus moet je gewoon zeggen, dan gaan we een keertje afmaken via Skype of zo. Want ik vind het altijd leuk om met jullie op te nemen. Altijd gezellig en wat spel we ook doen, ik vind het altijd goed. Jullie hebben altijd creatieve ideeën die ik niet heb. Oh, kijk uit, alsjeblieft. Doe niet lullig. Oeh, dat ging me net goed. We gaan wel iedereen langzaam maar zeker inhalen. Dus dat gaat zeker beter goed. En deze race, het is een beetje een simpele race, maar ik vind hem wel leuk. Zo'n typische Texas race in Amerika of zo doet dit me aan denken. Ja, voor me zijn nog een paar motors. Daar komt die ene met de auto aan. En volgens mij rijdt hij niet sneller dan mij. Oh, daar is eentje even gecrashed. Wajow, die is gecrashed. Zo, ik weet niet hoe die daarin kwam. Want dit zijn toch simpele bochten, zou je denken. Niemand zou hier toch kunnen crashen zonder gebotst te worden. En voor hem of achter hem zaten alleen maar motors. Dus ik vind het een beetje raar. Oké, gaat goed. Oké, die motors die zitten wel met elkaar in gevecht, zo te zien. Achter me heb ik niet echt iemand om zorgen over te maken. Maar voor me wel. Oké, iemand uit 2001. Nou, die kunnen we aan. Hij komt uit 2001, dat is easy. Nee, grapje, dat is zielig. Oké, ja, ik deed de Billy techniek. Dan ga je sneller, volgens mij. Oh, kijk eens aan. Oh god, dat ging me net goed. Dat ging nog maar net goed. Oké, we staan achtste. Daar ben ik blij mee. Maar ja, we willen natuurlijk alleen maar meer en meer. Misschien kunnen we daar even kijken hoe mensen daar racen. Nope. Oké, daar zit een monster truck. Of nee, geen monster truck. Jawel, dat is wel een monster. Oh, en daar is gecrashed door een motor. Wat een lul. Dat is zo lullig. Zo jongen, die monster truck, die wil ik zo graag inhalen nu. Gaat die... Achterop, die monster truck! Ga weg! Oh mijn god, mensen trollen, jongen! Oké, we staan zesde. Oeh, en we eindigen! Volgens mij zijn we eerder dan hem. Oké, dat was even spannend. Oké, laten we naar de andere kijken. Oeh! Wat een lul is die kerel toch, jongen? Wat een lul. Oké, laten we even verder kijken bij iedereen. Oh mijn god, mensen trollen tegen die motorgasten aan, jongen. Oh, wat zielig dit. Echt, toen we begonnen met deze race dacht ik echt van shit. Weet je, we stonden 13e. We gaan niet meer winnen. En nee, we hebben ook niet gewonnen eigenlijk. Maar we zijn wel 60 geworden of zo. Dus daar ben ik aardig blij mee. Ja, 6e. Super dit.
3 minuten, aardig goed vind ik. 6 JP, maar ik weet niet wat JP is. Maar wel 2000 euro, dat is best wel goed vind ik. 590 experience. Ik noem het gewoon experience. En hij heeft gewonnen, die aap. Volgens mij heb ik hem niet gezien meer. Of wel, ik weet niet. Like, ik heb hem een like. Die de winnaar heeft. Hoeveel heeft de winnaar? 11.000! Wauw. Dat is aardig veel. Dat is geld die ik goed kan gebruiken. Voor een nieuwe auto. De meeste mensen zaten op de Sanchez. Die scooter, motor. Iemand had de Brawler, die winnaar. Die ziet er op zich wel vet uit, dames en heren. Weet je wat? Ik zie jullie zo gewoon weer bij de volgende race. Tot zo. Oké, helemaal. Hier ben ik weer en we gaan weer lekker racen. En dit soort afleveringen vind ik het leukste om te doen. Puur omdat een chaos is. Chaos. Wie vindt het niet leuk? Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, het is wel jammer dat je nooit even rustig je auto kan uitzoeken. Dat vind ik wel minder. Maar oké, weet je, het hoort erbij. En gewoon uit de auto uitkiezen. Ik bedoel, ze zijn allemaal wel een beetje gebalanceerd. Natuurlijk, je hebt wel één auto die natuurlijk de beste is en zo. En iets die niet zo heel goed is. Maar hopelijk hebben wij de beste gekozen met geluk. Ik weet niet. Oké, laten we gewoon winnen. Dat is het enige wat wij willen doen, is winnen. Iedereen gaat nu waarschijnlijk toeteren. Dat gaat sowieso gebeuren. Ik ook toeteren. Ik ga lekker mee toeteren dan. Of ik ga beginnen met toeteren. Het zou leuk zijn. Dan begin ik een keer een hype. Misschien wordt het dan bekend. Oké, loading. Oh, iemand is al weggegaan. Iemand kon er niet meer tegen. Ik zit te toeteren, hè, dames en heren. Volgens mij toeteren we allemaal een beetje. Oh, yo, wat zijn er voor mensen voor me. Oké, we gaan waarschijnlijk crashen. En iemand gaat daar voor ons, gaat sowieso crashen. We gaan ook crashen dan. Oké, holy shit, zag jullie die start? Kijk dan. Kijk al die mensen. Kijk al die mensen, joh. Oh my god. Kijk al die mensen staan, joh. Iedereen rijdt maar en doet maar. En... oh, wow. Dit is echt niet goed. Dit is... oh! Dit is echt gestoord. Oké, iedereen rijdt gewoon lekker. Oh, wow, die snelrek. Die kerel is snel. Oh, hier zijn veel mensen gecrashed. Daar waren veel mensen gecrashed. Oké, we gaan gewoon lekker door. Oké, door blijven gaan. Door. Oh, wow. Dat was niet echt heel aardig. Oké, wow, iedereen rijdt op full speed daar zo. Ik ben ook een keer kapot. Nog even tegen hem aan. Zo zielig. Oh, wat een lul, joh. Oh, mensen kunnen echt zo zielig zijn. Nou, gewoon andere mensen imiteren. Zodat hun niet verder komen. Dat is gewoon GTA Online, basically. Oké, laten we gewoon lekker doorgaan. Gaat goed. Oké. Waarom blijf ik rijden? Oké, wat doen hun allemaal? Wat doet hij? Hij is een beetje raar aan het rijden. Beetje roekeloos rijgedrag. Zo, de jure dat. Hoe kan dat ooit goed? Dan moeten mensen crashen. Oh! Oh my god. Zo grappig dit. Weet je wat, het boeit me ineens weer hoeveel ik eindig. Ik vind het gewoon zo leuk om die crash, oh die te lekke band. Oeh, oh wat een lul. Oeh, dat zag ik helemaal. Oké, dit wordt een beetje een gevaarlijke weg volgens mij. We staan hier wel met, als één nog op deze weg van de 220, dus op zich vind ik dat we nog goed doen. Oké, zo. Gaan we zo. Dan gaan we hier go. Oh, gaan we crashen opeens. Met deze auto. Oké, dan. Dat is niet wat we wouden eigenlijk. Oh, die gaat ook een beetje uit de bocht. Gebeurt allemaal. We gaan gewoon lekker door. Het gaat goed. Vind ik. Ik vind het prima gaan eigenlijk. Ook al staan we 16e. Misschien worden we 15e door deze kerel in te halen. Maar oh, dat doet hij goed, die bocht. En ik ben niet zo goed daarin. In bochten nemen. Oh, daar werk ik zo slecht in. Oké, gewoon lekker vol gas geven hier zo. Dan komt het goed. Oké, oh god. Ik denk dat we een botsing krijgen daar zo. Ik denk dat we daar een botsing krijgen. We krijgen daar een botsing misschien nog. Dat ging maar net goed, hè, dames en heren. Zagen jullie dat? Oké. Oh, you wanna go, mate? You wanna go? Oh, dan komt er even eentje in de hoek. Oké, ik kom daar als eerste uit. Ik ben daar gelukkig uit gekomen. Daar ben ik heel blij mee.
Oké, oh, dit is zo. Doei. Zo, we zijn lekker 15e geworden volgens mij. Daar ben ik heel blij mee. 16e, poep mij. 16e, 15e is een groot verschil. Dat is wel een leuke race. Oeh, 5 JP, hoeveel geld krijgen we? 1000, ben ik blij mee. Voor 16e ben ik daar heel blij mee. Maar dames en heren, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Van... Stom wijf. Dames en heren, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze aflevering van GTA Online. Vond je hem nou leuk? Beloon hem dan alsjeblieft met een blauw duimpje en klik op abonneren. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer. Hij is lastig geworden. Dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer met een nieuwe GTA.